van het grote toneel naar het kleine toneel. Van voor de camera staan naar de innerlijke camera. We praten met Inge van Heijst. Zij is zowel actrice, bekend van de televisie, maar tegenwoordig ook reïncarnatietherapeut. Wat is een reïncarnatietherapeut? Dat is een therapeut die behalve het huidige leven ook andere mogelijke andere levens bestudeert. Dus bij onze therapievorm gebruiken we het huidige leven, de kindertijd, wat elke therapie eigenlijk doet. Je kijkt ook heel goed naar het prenatale conceptiegebied, geboortestuk en eventueel naar vorige levens. En dat kan voor mensen heel reëel zijn. Hè? Dus vorige levens, ik heb ook wel sessies meegemaakt en gezien dat je ook bijna denkt, ja, dat moet bijna wel een vorig leven zijn. Maar je kunt het ook gewoon zien als een metafoor. Dus à la Jung, dat je denkt, dit is een verhaal, dat vertelt iets over de zielenpijn die ik heb. Begrijp dat, je dat? Nee. Ja, ik begrijp het wel, maar ik ga helemaal terug. Reïncarnatietherapie. Therapie, valt dit onder het hoofdje? Psychotherapie, wat voor mensen krijg je? Zijn er mensen die helemaal psychotisch zijn? Zijn er mensen die zeggen, ik heb een probleem in mijn leven, ik wil wel eens weten waar het vandaan komt? Ja, dat kan. En ik denk ook dat mensen bijvoorbeeld die bij de reguliere therapie op een gegeven moment denken, ik kom er niet uit. Dat er toch dus een soort grensverleggend stuk zit erbij. Dat is voor mijzelf ook de reden geweest. Ik heb bijvoorbeeld kristaltherapie gevolgd, voice dialogue, een heleboel dingen. En telkens had ik erbij van, ja, het is alleen maar dat stukje. En naar mijn idee is, bestaat het leven uit een groter gedeelte. Dus bijvoorbeeld waarom ik er zelf mee begon, is dat ik dacht, nou, een aantal dingen die kan ik absoluut niet traceren in dit leven. Heb ik niet meegemaakt. Maar dat je plotselinge beelden krijgt of je hebt een affiniteit. Of dat je denkt, wat? Je kan bijvoorbeeld met een bepaalde zwaarte geboren zijn. Dat je denkt, ja, maar ik ben absoluut in elkaar getrapt of weet ik wat. Ik bedoel, er zijn genoeg vreselijke dingen die nu in het huidige leven gebeuren. Maar dat je denkt, er zit een soort sfeer om en waar komt het vandaan? En vandaar, ik weet absoluut niet of reïncarnatie van ik ga dood en dan kom ik weer in een volgend leven. Ik weet niet of dat zo is. Ik denk wel dat de energie overblijft. Je kunt het ook bekijken, die boeken van Seth of een heleboel andere boeken. We leven wel misschien tegelijkertijd allerlei levens. Hè? Want tijd is natuurlijk maar een heel betrekkelijk fenomeen. En misschien lopen er wel een aantal delen, andere delen van mijn ziel ook rond. En dat kan ook. Maar wat ik er dus prettig aan vind, is dat je jezelf in een wat ruimer perspectief ziet. En wat je bij een aantal therapieën hebt, je hebt of lichaamsgerichte therapie, of je hebt alleen maar praten. En wat ik goed vind bij onze therapievorm, is dat je op mentaal, emotioneel en lichamelijk gebied werkt. En eventueel spiritueel stuk. En mensen hoeven niet te geloven in reïncarnatie, maar moeten natuurlijk wel een affiniteit ermee hebben. Want anders ben je alleen maar aan het vechten tegen een bepaald beeld en dan moet je het gewoon niet doen. Komt er nou dat iemand die, je bent naar de toneelschool geweest ooit? Ja. Dat je vanuit die achtergrond waar je zelf op het toneel staat nu eigenlijk een hele andere kant bent gaan doen? Nee, het is niet een andere kant. Ik zie het zelf, want ik heb het zelf heel vaak dat ik dacht van ik geef les en ik acteer en dat zijn verschillende delen. Maar als je natuurlijk aan het acteren bent, ben je ook met emoties, je bent met gedrag bezig, je bent met communicatie bezig. En ik heb altijd al vanaf heel jong ben ik geïnteresseerd geweest in psychologische, filosofische processen. Het is gewoon en. Dus op dit moment speel ik in Goudkust en ik heb andere dingen gespeeld. Ik heb soloprogramma's gemaakt, ik heb gezongen. En die kant van geïnteresseerd zijn in het leven of waarom vragen of heeft het leven zin of heeft het totaal geen zin, dat is ook altijd een ontwikkeling geweest. En het is soms wel even, als je heel hevig aan het acteren bent, dan is het natuurlijk moeite om ruimte te maken voor een therapiewereld en het wisselt elkaar af. En daarom ben ik nu, zijn we met elkaar reist. Nou, voor mij betekent het niet, natuurlijk het is een andere discipline, maar zo, hè, zoals jij, wat ik van jou begreep, je bent met computers bezig geweest, je bent aan het filmen, je bent aan het interviewen. Voor mij wordt het zo langzamerhand ook, ik kan en doen. En natuurlijk, ik kan niet fulltime als actrice werken en dan ook nog fulltime 's avonds therapeut. Dus het wisselt in mijn leven af. Hè, dus in een periode ben ik daar druk mee bezig en ik merk dus, naarmate je, wat ik wel leuk vond, hoe je me introduceerde met die innerlijke camera, dat ik denk, mijn spelen wordt er ook vrijer door. Dat is absoluut een feit.
Nou, als ik over theater hoor, dan moet ik altijd naar Aeschylus denken. En tegenwoordig heet dat psychodrama. Maar die man maakte natuurlijk drama's waarbij dat ging allemaal over de innerlijke beleving. Absoluut. Absoluut, de Grieken hebben natuurlijk prachtige verhalen. Ik bedoel, die hele archetype vanuit Jung, die komt natuurlijk uit de Griekse mythologie. En ik heb gymnasium gedaan, dus ik heb eindeloos gym alpha, Griekse tragedies bestudeerd. En ik vond het prachtige verhalen. Ik had er meer mee dan met het christendom. Hè? Dus met die archetype. Bij het christendom kwamen we de maagd Maria tegen. Nou, als vrouw, wat moet je daarmee? En dan had ik dus liever de wraakzuchtige godin Hera, Afrodite, de Vestaalse maagd. Daar kan ik meer mee. Want ik denk dus dat er allerlei verschillende kanten in jezelf zitten. Is dat nu therapeut worden niet uitgewerkt zijn van je eigen jeugd? De afgelopen weken zagen we Frank van Reep, psychiater, ook vrij bekend. Hij heeft een boek geschreven waarin hij toegaf dat hij eigenlijk als psychiater een beetje aan het modderen geweest was. En voornamelijk zijn eigen problemen had uitgewerkt. Ik denk dat het bij veel mensen gebeurt. Je moet natuurlijk altijd een aanknopingspunt hebben. Ik denk zeker dat je je eigen problemen gebruikt als een uitdaging om daar iets mee te doen. Zo heb ik heel veel met stem gedaan. Ik had vroeger op de academie, zeiden ze altijd, wat is het toch vreemd met die adem met jou? Nou, ik ben me daarin gaan verdiepen. Ik heb heel veel op stemgebied geëxperimenteerd. En ik denk dat dat ook een uitdaging is. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar dat hoef je me nu ook niet te vertellen, want ik interview jou niet. Maar jij zult ook dingen hebben, hè, doordat je nieuwsgierig bent of je komt problemen tegen. Ik denk alleen, wat ik soms wel griezelig vind bij psychiaters of bij een aantal andere hulpverleners of mensen uit geneeskunde, dat mensen denken, ik bedrijf wetenschap. En ik weet het dus. En dat denk ik, dat is vaak de misvatting. Dat ik denk, het is heel goed. Ik denk, het is goed om je eigen problemen natuurlijk in kaart te brengen. Zie je jezelf als een soort gids dan? Van, ik heb dit zelf doorgewerkt en nu weet ik een beetje. Ik heb bijvoorbeeld toen ik begin 20 was, had ik al de gestaltopleiding gedaan. Toen was gestalt hier nauwelijks nog in trek. Even duidelijk maken, gestalt is een van Frits Perls. En nu, wat doet die therapie? Wat daar toen nieuw aan was, is heel erg het hier en nu idee. Dus Oost en West verbinden met elkaar, met projecties werken. Nou ja, weet ik het. Het is al zo'n tijd voor me. Als ik het zie, is je pakt een kussen en je denkt dat het je moeder is. Dat zou kunnen. Dat is een deel. Nou, je hebt een topdog, een underdog. Weet je wel, nou, Frits Perls was natuurlijk toch een vernieuwer. Dus een ander soort therapie, zich afzendt het ook wel tegen die psychoanalyse. Dat eindeloze praten en en verder niets doen. Dus er werd al veel meer lichamelijk gedaan. Er werden dingen experiential. Absoluut. Het leven van je problematiek door wat we nu rollenspel zouden doen. Precies, om dat veel meer uit te leven. Hè? Om daar dingen mee te doen, dan alleen maar erover te praten. Want dat is bij ons bij de reïncarnatietherapie ook. Wat ik er goed aan vind, is dat je dus fysiek ook met mensen werkt aan emoties en je werkt aan het mentale. Moet je even uitleggen. Als ik hoor reïncarnatietherapie, dan kom ik bij je en dan heb je een mooie. Dat is een bepaald probleem. Dan probeer ik tot de kern te komen. We praten, dus ik stel. Geef me even de setting. Heb je een bank, een stoel? Je hebt twee stoelen en uiteindelijk kun je een matras hebben. Maar iemand mag van mijn bord ook gaan staan. Die mag gaan rondlopen. Maar hoe we vaak werken, dus je hebt een voorgesprek. Dus je probeert in kaart te brengen wat het probleem is. Je probeert dat toe te spitsen. We gebruiken er ook wel NLP-technieken. Neuro-linguistic programming. Ja. Dat wil zeggen, je ankert bepaalde. Ja, je probeert uit te vinden waar de ankering zit van bepaalde emoties. Ja, maar mensen komen met hele algemene dingen. Ik voel mij zo onprettig. Nou, waarover? Door wat? Door wie? Hè? Of ik haat mannen. Ja, haat je nou werkelijk alle mannen? Of is het misschien die ene man die ooit vervelend tegen je is geweest? Dus je probeert een probleem eigenlijk meer tot de kern te brengen. En dan, dat heet dan bij ons een mesbrug. Dus dat is mentaal, emotional, somatic. En dan kijk je dus, wat voor zinnetje hoort er nou bij? Van, het lukt mij toch nooit. Ik voel enorm pijn in mijn maag daarbij. Hè? Dus en wat voor emotie? Veel verdriet. Nou, doe ik het even heel. Een hele rare vraag stellen. Ja? Scientology, zeg je dat iets? Helaas wel. Ik ben ooit geïnterviewd door iemand. En ik ben nooit meer van die clubs wat afgekomen. Ik krijg nog steeds van die ellendige briefjes. Maar besef je dat de technieken die je gebruikt, eigenlijk allemaal terug te, dat die Ron Hubbard er. Ja, maar kijk, daar moet je dan meteen weer een heel geloof af vasthangen. Of je moet bij een clubje gaan. Ik ben allergisch voor clubjes en goeroes. Maar de theorie of de basis van deze techniek komt. Een paar dingetjes. Je hebt natuurlijk ook Netterton. Dit is een workshop die we krijgen. Je hebt wat hier op de tafel ligt van Volger. Dat is oorspronkelijk een Jungiaanse therapeut. Er zijn natuurlijk een heleboel verschillende mensen. Hans ten Dam. Ik bedoel echt een aantal docenten bij onze opleiding. Die hebben
heel veel nieuwe dingen gevonden op dit gebied. Ik bedoel, alles is in beweging. Het kan best zijn over 10 jaar dat je weer denkt van, er horen heel andere dingen bij. Nou, het valt mij de laatste tijd zo op dat een heleboel, en reïncarnatietherapie is niet echt nieuw, maar we hebben tegenwoordig weer de Landmark, een soort S-training. We hebben het... Hoe heet het ook weer, de Celestial Prophecies. En als je dan die werkboeken gaat bekijken, dan komt het allemaal neer op de deprogrammeringstechnieken. Op het analyseren van de basis van je frustraties. Welke kleur hoort erbij, welke situatie, welk zinnetje. En dat vind je eigenlijk allemaal terug in die Scientology aanpak. En ik ben met je eens dat ze daar dan ook nog een heleboel geloof aan gehangen hebben. Maar hun basismethodiek kom ik toch steeds weer tegen. Maar dat hoeft op zich niet tegen te zijn. Ik weet wel er iets van, maar niet genoeg. Dus dat vind ik moeilijk om daarover te praten. Dat heb ik gewoon te weinig bestudeerd. Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Reïncarnatietherapie. Nou zijn er binnen het boeddhisme zijn er twee gedachtegangen over reïncarnatie. De een is het grote wiel en de ander is het kleine wiel. En het komt er eigenlijk op neer dat je... in de ene visie terugkeert naar een soort grote oersoep van bewustzijn. En daar weer een nieuwe mens uitkomt die een stukje van die oersoep meeneemt. In de andere visie, het kleine wiel, keer je terug in een specifiek lichaam en een specifiek leven. Dus je zou dan kunnen teruggaan naar een vorig leven omdat je dat bekend is. De boeddhisten zelf, het grootste gedeelte, geloven dus niet in die specifieke reïncarnatie. Alleen in Tibet... zeggen ze een aantal, heel select aantal mensen keren terug. En dat noemen we dan dus die zoals de Dalai Lama, die een herkenbare reïncarnatie is. Mm. Hoe is het nou toch dat in het Westen langzamerhand iedereen in de New Age toch gelooft in die specifieke reïncarnatie? Nou, ik geloof er niet in. Ik weet het niet. Ik kan alleen maar zeggen, ik heb sessies meegemaakt, gezien, waarvan je ineens denkt, nou, dit is een heel specifiek verhaal. He, dus er zitten zulke specifieke details bij, dat je denkt, het zou mogelijkerwijs echt een vorig leven kunnen zijn geweest. Zelf heb ik meer de neiging om te denken naar dat grote wiel van je keert terug en er komt in een andere vorm komen er weer zaken terug. Op zich vind ik dat nog niet eens het meest interessante. Omdat ik vind toch dat je deze therapie moet gebruiken voor dit leven nu. Nu loop je met een aantal dingen rond waardoor de kwaliteit van je leven gewoon niet zo is zoals je het zou willen. En als je daar dan toevallig vorige levens bij kan gebruiken, nou prima. Om je dingen duidelijk te maken. Soms zijn drama's voor mensen zo hevig geweest dat als ze daar meteen in zouden komen dat het zo afschrikwekkend is. En dan heb ik het echt over mensen die misschien zwaar mishandeld zijn of mensen die ook in gevangenschap hebben gezeten, concentratiekampen, noem maar op. Dat zijn natuurlijk dat zijn verschrikkelijke dingen. Ook mishandeling natuurlijk, incest. Je moet er uitermate voorzichtig mee zijn, vind ik, om daar meteen allemaal etiketten op te plakken. En dan kan het helpen om het meer te projecteren naar een ruimere achtergrond. Kun je dat voorstellen? Dat als ik dan in andere levens terechtkom, dat kan dezelfde symboliek zijn, maar dan is het nog iets verder van mij af. En dan langzamerhand ga je met die mensen steeds meer toe naar dit leven. Want nu moet je het doen. He, wat Gurdjieff ook zegt, je moet nu willen leven of je moet er nu iets, bevrijd je of bevrijd je niet. Ik vind het, dat vind ik echt mooi van Gurdjieff. Het heeft geen zin, want anders kun je daar allemaal weer... Maar Gurdjieff zei ook dat de meeste mensen gewoon op de automaat functioneren. Ja, dat denk ik ook dat het is. En wat je merkt, is dat mensen toch wel graag meer wakkerder willen worden. En het hele punt van New Age, van je bent volledig verantwoordelijk voor jezelf, vind ik soms ook best een moeilijk punt. Maar daar verschillen wij ook nog wel zelfs binnen de groepspraktijk ook wel. Ja, want daar komen we even op terug. Je doet dat samen met een aantal mensen. Ja, met Rob Bontebal. Een man heeft ongelooflijk veel gedaan, veel geschreven. Die werkt ook in Israël, in Amerika, in Duitsland, weet ik wat. Ik vind het ontzettend fijn dat hij erbij is. Gundelinde, die hier bij mij zit, heeft ook veel aan yoga gedaan. Marlies Meerman. En we wilden gewoon met elkaar werken om ook intervisie te geven. Om het ook echt een heel nieuw karakter te geven. Het is ook de eerste groepspraktijk in Goed. Nederland. Nou, in ieder geval nummer even 6700323. In de Tweede Jan Steenstraat. Fantastisch. Mensen die het leuk vinden om er meer van te horen. 31 maart hebben wij een open dag. Oké, Tweede Jan Steenstraat 112, maar telefoon 6700323. En we praten met Inger van Heist over de camera van binnen, de camera van buiten en reïncarnatietherapie. Dankjewel. Oké.